Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op zaterdag 25 januari doven en slechthorenden in de gelegenheid gesteld hun EID-kaart te maken. Dit gebeurde in de Kennedy Stichting en is in samenwerking met de Stichting Surinaamse Dovenbelangen, SUDOBE, uitgevoerd. Ik vind het heel goed. Ja. Ja, dat iedereen ja, vaak genoeg naar CBB gaat. Waar is CBB? De communicatie is vaak dan ook moeilijk als ze naar CBB gaan. Als ze hier komen bij de organisatie, dan is het veel gemakkelijker, want dan is de communicatie ook moeilijk. Ja, ik ben blij dat vandaag 25 jaar heel belangrijk dat dit vandaag gebeurd is. Ja, dat de oude, zodat de oude ID-kaarten ook gewisseld kunnen worden. De minister van Binnenlandse Zaken zegt, het is een goed idee dat ze dat hebben gedaan. Ik bedank heel geweldig, hartelijk gedank, is zeer gezellig. De horenden die weten vaak genoeg als, maar bij doven gaat het vaak iets moeilijker, om, vooral de communicatie. Ja, maar het is een geweldig idee, de samenwerking met SUDOBE. Ruim 50 doven en slechthorenden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid. Het ministerie heeft geprobeerd om zoveel als mogelijk de aanvragen ter plekke in orde te maken. Voor degenen voor wie het niet gelukt is om hun ID-kaart gelijk te krijgen, zal het ministerie wederom naar de mensen toegaan voor verstrekking via de stichting. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het heel goed. Ik zeg ja, ID-kaart is zeker belangrijk. Ja, omdat doven gewoon mee moeten doen, doven moeten uitgelegd worden. Bijvoorbeeld, het is belangrijk bijvoorbeeld als je naar de politie gaat of dat je misschien moet reizen of als je ziek bent en je hebt geen ID-kaart. Dus die ID-kaart is zeer belangrijk. Het Surinaam Standaardenbureau, SSB, heeft op dinsdag 21 januari 2020 een consultatiesessie Nationale Standaard Specificatie voor Toeristische Accommodatie gehouden. Deze bijeenkomst ligt in het verlengde van een eerder gehouden consultatiebijeenkomst op 18 november 2019. Door Videsha Munusami, Standaard Officer van het bureau, werd er een uiteenzetting gegeven van de algemene vereisten voor toeristische accommodaties. We hebben de standaard over algemene vereisten natuurlijk van een accommodatie behandeld. Het gaat omtrent waaraan zo'n accommodatie moet voldoen. Natuurlijk is er een reikwijdte. We hebben niet over alle accommodaties. We hebben over specifieke accommodaties die onder de scope vallen natuurlijk. Van deze standaard. En we praten bijvoorbeeld niet over de lodge of een cabana of een hut. We praten echt over SEC-accommodatie dat daarin valt. Dit document is een draft document. Het gaat omtrent de toeristische accommodatie
het is deel 1, algemene vereisten. En het is in de public comment fase. Dat is een fase van de standaarde ontwikkelingsprocedure, waarbij het verplicht 2 maanden voor het publiek wordt opengesteld om commentaar erop te krijgen. In deze 2 maanden tijd hebben we een consultatiesessie die we inbouwen. En dat is om feedback te krijgen van de stakeholders die aanwezig zijn op het document zelf. En waarbij we face-to-face eigenlijk met hun bepaalde issues omtrent de standaard kunnen bespreken. Want iedereen's feedback is heel belangrijk. De vereisten eigenlijk... Er zijn bijvoorbeeld wettelijke vereisten, fysieke vereisten, hoe moet het gebouw eruit zien, je accommodatie, je personeel, je getrainde personeel, on-the-job trainingen, et cetera, uw eetruimtes, zitruimtes. U heeft bijvoorbeeld publieke areas en de private areas, publiek is meestal de lobby. We hebben ook de private, de private gedeelte en dat is meer, ja, de kamers. Monosami vertelt verder van waar het initiatief is gekomen voor zo'n standaard. Het initiatief komt van de Nationale Commissie voor Toerisme. Dat is een commissie die onder het SSB valt, het standaardenbureau. En zij hebben als doel om standaarden regionaal, internationaal te identificeren en eventueel te ontwikkelen of te adopteren. En dat, in dit geval is het deel 1. De accommodatiestandaard, het is van de regio. Regionaal is dit al een regionale standaard. En ze hebben eraan gewerkt. En dit is eigenlijk het resultaat die eruit is gekomen. In de nationale commissie zitten verschillende stakeholders. U heeft de private sector en de publieke sector. Deze zijn allemaal... stakeholders die eigenlijk met toerisme te maken hebben. U moet veelal wordt toerisme als een apart subject bekeken, maar eigenlijk is toerisme gewoon in alles terug te vinden. Het is zeer belangrijk dat alle ICT-gerelateerde projecten op nationaal als regionaal niveau goed gecoördineerd worden. In verband hiermee is er onlangs een werkgroep geïnstalleerd door minister Vijay Jodhkan van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het is voor mij als minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie een hele eer natuurlijk om samen met u straks mooie dingen te gaan doen met betrekking tot de sector waar het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie onderdeel van is. En natuurlijk u ook als stakeholder een bijzondere bijdrage reeds levert. De bedoeling is om georganiseerd, maar zeker met structuur en de juiste strategieën, dat wat wij allemaal moeten doen, de verantwoordelijkheid die we hebben op ons, dat verder in teamverband te gaan trekken. En ieder hier natuurlijk weet waarvoor hij of zij staat. En het enige wat we willen doen is de ideeën, maar ook de uitvoering bij elkaar brengen. En ervoor zorgen dus dat wij van elkaar ook die communicatie hebben. Wat wij van plan zijn om te doen, zodat dat meer kans van slagen heeft. Maar dat het ook natuurlijk veel meer kan betekenen, zowel voor de overheid als voor de private sector. Maar zeker in het bijzonder de gebruikers, de klanten, de belanghebbenden. De werkgroep heeft een interdepartementale setting bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en de private sector. De voorzitter is Wendy Palas Ahmad Soleiman
beleidsadviseur op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het gaat om de formele nationale afstemming van digitale projecten. En die wordt beschouwd als een van de randvoorwaarden natuurlijk voor de ontwikkeling van het complete digitale ecosysteem van Suriname. Zo'n nationale afstemming is ook nodig om de doelen en de ambities van nationale digitale projecten van alle betrokken organisaties te bereiken door versterking en ondersteuning van elkaar om een grotere impact te maken en het succes van deze projecten te verhogen. Het doel uiteindelijk, deze afstemming is nodig om een solide, op elkaar goed afgestemde uitvoering van digitale projecten op nationaal niveau tot stand te brengen en een gestructureerde aanpak voor digitale transformatie in Suriname te waarborgen. U begrijpt meer dan mij en zeker in voldoende mate en we onderstrepen dat wij als Suriname absoluut niet achter kunnen blijven. Ik zal niet zeggen op welk punt we op dit moment zijn, dat mag u zelf invullen. U bent een deskundige op dit gebied, maar dat wij dus nu meer dan eerder in voldoende mate de afstemming met elkaar gaan moeten plegen. Maar zeker ook de blures die zich voordoen om dat weg te werken. Ik heb vaker gesprekken gevoerd met mevrouw Pallas, waarbij dus is aangegeven van luister minister, this is it. Dit is het. En zo zouden we natuurlijk verder met elkaar in conclaaf moeten treden om van elkaar te weten wat wij willen betekenen voor de sector. In het kader van het versterken van de capaciteit van de interne organisatie heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken, CQ het onderdirectoraat Nationale Jongerenaangelegenheden, een stakeholdersworkshop gehouden om de afdeling Scholierenmoeders nieuw leven in te blazen. Deze workshop heeft op vrijdag 24 januari plaatsgevonden, waarbij alle relevante en directe stakeholders bij elkaar werden gebracht om gezamenlijk een plan van aanpak te bepalen. Maar het is ook wel onderwijs, het is ook wel, ik heb al die diensten opgedoemd. En het is niet alleen Paramaribo, het is voornamelijk ook wel, en dat zeg, ik verwijs dus nu naar onze publicatie, en met onze bedoeling van ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dat is Multiple Indicator Cluster Survey, is in 2018 gepubliceerd. Het staat op de website. U kunt heel veel informatie over, vooral over kinderen en over jongeren daarin vinden. Bijvoorbeeld dat 13% van onze zwangerschappen is in de leeftijdsgroep van jongeren dan 18 jaar. Maar ook wel dat de meeste baby's voor het eerste jaar komen te overlijden. Er zijn dus risico's verbonden met het feit dat je dus jong moeder bent. Hè? Ik zou u willen adviseren om het rapport te downloaden. Wij zijn van plan, of het ministerie eigenlijk van Sociale Zaken, om verder over de cijfers te praten en te kijken welke verdere analyses er eigenlijk nodig zijn om de informatie op de juiste wijze naar de doelgroepen te brengen. Middels deze workshop zal het ministerie trachten de verantwoordelijkheid van elke partner te benadrukken, zodat de betrokkenheid en duurzaamheid van het begeleidingstraject van deze doelgroep gegarandeerd wordt. Dit traject wordt zowel technisch als financieel ondersteund door ontwikkelingspartner UNICEF. Het Scholierenmoedersprogramma project is opgestart om jongeren die vanwege een zwangerschap dreigen de school te verlaten en meer nog om de overige
economische uitdagingen, welke gepaard gaan met een zwangerschap van zo'n jong kind, ja, kind, te kunnen overbruggen. Om specifiek te weten hoe die speciale begeleiding eruit zou moeten zien en welke professionele begeleiding en ondersteuning deze jonge moeders nodig hebben, moeten de mensen die belast zijn met deze taken gemotiveerd, equipped en bewust zijn van het werk dat zij moeten verrichten. De afgelopen jaren was de begeleiding in het project Scholieren Moeders niet optimaal. Vandaar dat wij middels dit initiatief een doorstart willen maken. In het kader hiervan zijn er in de afgelopen 2 maanden reeds 2 sessies georganiseerd om onder andere de personeelsleden van de afdeling Scholieren Moeders enthousiast te maken voor dit nieuw traject, zowel mentaal als technisch. Ook werd de focus gelegd op de woonplaats, het district en de etnische achtergrond en uitdaging van elke scholierenmoeder. Elke situatie is dus weer anders. De bijeenkomst van vandaag is georganiseerd om alle relevante en directe stakeholders bij elkaar te brengen, zodat er gezamenlijk een plan van aanpak opgemaakt kan worden en op korte termijn de begeleiding weer kan starten.